Yo mensen, Bassie oftewel Bassie Sennen, tof dat je kijkt naar deze video. We hebben in deze video twee hele lekkere spelers gepakt. Vorige video heb je kunnen zien hoe ik een speler van 2 ton heb gepakt met een informpie ervoor. Was blijkbaar niet genoeg voor jullie en daarom heb ik toegeslagen. We hebben twee spelers van meer dan 1 miljoen weten te pakken. We waren bezig met de UCL Upgrade SBC's, of ik was daarmee bezig. Ik zat in een party met Jonbo Ness. Daar was ik mee bezig en op een gegeven moment zag ik dus dat de pre-order packs in store waren. Had ik eigenlijk helemaal niet door. Maar zoals je hier kan zien, we waren even wat UCL dingen aan het openen. En het was een walkout. De 84 plus is al een walkout. Hier packten we dus Keylor Navas. Verder was het niet echt heel bijzonder. Het was eigenlijk heel teleurstellend in mijn ogen. Ik packte eigenlijk bijna geen eens walkouts. En dat zegt al genoeg. Dit was dan Navas. Is leuk, weet je wel. Het zijn untradables. Je moet 11 rare spelers daarvoor inleveren. Het kost best wel wat geld dus eigenlijk als je er zo over nadenkt. Zo'n K of 6, 7, mits je niet untradables in je team hebt. Want anders kan je die natuurlijk ingooien. Goed, daar waren we dus mee bezig. En zoals je zo meteen dus kan zien, zie ik in één keer dat er 2 pre-order packs klaar stonden. En ik zou je zeggen, in de eerste was het kassa. Maar in de tweede zagen we ook nog een hele lekkere speler van boven de ton zelfs nog. Kleine spoiler, ik ga niet zeggen wie het natuurlijk wel zijn. Maar zoals je hier kan zien, was ik dus die UCL dingetjes aan het openen. Het was niet echt super bijzonder. Ik dacht, weet je wat, ik skip gewoon door als het geen walkout is. Want het is niet zo interessant. Ik heb echt veel van die packs gedaan. 20 of 30. Hier was het chill wel. En hier zei Nes tegen mij van, hey, zijn er ook pre-order packs nog? Dus ik dacht, oh, nice. Dus ik druk die eerste pre-order pack in. Kijken. Ik denk, ja, ga ik eerst die UCL spelers doen? Ik dacht, nee, weet je wat? Ik ga nu die pre-order packs openen. En dat bleek later een goede keuze te zijn. Zoals je hier dus kan zien, was er dus onze grote vriend uit Engeland. Links midden. Ik was heel even, had ik een brain fart. Toen zag ik Manu. Toen dacht ik, kassa, 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 kassa. Rashford. Ongelooflijk ziek. Meer dan 1 miljoen. Daar was ik natuurlijk super blij mee. Ik had de normale Rashford al gekocht. Kleine spoiler, want ik heb dus mijn team helemaal omgegooid. Die zal ik zo meteen nog even laten zien aan jullie. Ik heb echt nu echt een heel lijp meta team. Waar we toch beter mee moeten gaan presteren. Ik ben ook al heel erg aan het oefenen in de Division Rivals. En tegen pro spelers. Om zelf wat beter te worden. Wat meer consistent te worden. Het heeft voornamelijk met verdedigen te maken. Ik ben niet zo goed in verdedigen dit jaar. Ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Maar ja, ik heb er sowieso last van, kan ik je vertellen. Alleen de grap is dat ik tegen serieuze spelers en tegen pro's... Trouwens, TS zat er nog achter. Heel erg lekker. Tegen pro's en tegen betere spelers ben ik minder aan het circus. Hou ik minder een circus act. En dat doet mij eigenlijk wel goed. Kijk, en als ik dan in de weekend league kom, weet ik tegen gewoon casual spelers. En dan gaat de hele tijd die trucendoos open, wat eigenlijk helemaal geen nut heeft. En dan frustreer je jezelf alleen maar. Dat is ook de reden dus dat ik mijn hele team heb... omgegooid, op de schop heb gegooid. Ik weet niet of ik dat in de vorige video al heb laten zien. Maar ik heb dus meer wijzigingen toegepast aan mijn team. En dat gaan we dus zometeen terugzien. We hebben dus Rashford weten te packen. Toen ging er nog een tweede pakketje open. Dat was de tweede pre-order pack. Die gaan we dus nu zien. Ik denk, weet je wat, open die ik ook nog even achteraan. En toen zag ik dat het een borderspeler was, volgens mij. Geen walkout. Toen dacht ik, oké. Niet zo interessant, want ik zag een Chileense vlag volgens mij. Toen dacht ik al van, nou, ik weet niet hoor. Dit is hem niet helemaal. En eindstand, als je heel goed kijkt, want je ziet het heel snel. Als tweede speler, Joe Gomez. Hup. 120, 130k ongeveer volgens mij. Dus dat was een heel lekker pre-order pakkettenfeest. Laten we het zo maar even noemen. En ja, wat er toen gebeurde was ook heel grappig. Ik was in de livestream. Ik was dus die UCL upgrades aan het doen. En ja, ik kan je vertellen... Ik was de UCL upgrades aan het doen. Ik had geen rare spelers meer in mijn team. En toen dacht ik, weet je wat, open ik even voor 40 euro aan die 7,5k packs. Dat ik wat rare spelers heb. Omdat ik die dan kan inleveren voor de UCL SBC. Gewoon voor de content voor op stream. Want ik zei, ik ga door totdat ik een walkout heb gepakt. En ik was dus met die 7,5k packs bezig. En ja, je kan zien wat er toen gebeurde. Tajan. FC Dordt heeft dus 2 Rocket League e-sporters. Ja, daar kwam ik dus laatst ook achter. Wat alibis. Dordt heeft wel een pak rammel gekregen vandaag, man. Walkout! Watergezand. Walkout! Phil. Hij wil nog Braziliaan! Links buiten! Ik zeg Sorry! Het is nog echt zo ook. 7,5k-pack! Wow. Ik zeg jullie toch! Ik pack elk jaar Neymar! Ik pack elk jaar Neymar! What the fuck zie ik? Ik pack elk jaar Neymar, ik zeg het jullie nog. Oh mijn god.
Ja, Don, dit is twee keer de waarde van Messi, man. Uit de 7,5 K-pack. Wat? Nee, joh. Hè? Vorige avond Rashford en nu Neymar. Ik denk, stort even voor 30 in FIFA points, man. Helaas, man. Dit is wel deze game, man. Je ziet weer, die streamers worden weer gegund, hè? Zo gaat het altijd. 1.132. Nee. Ja, die kan ik mooi inleveren voor de Champions League, man. Eindelijk een rij weer erbij. Psych! Oh, first owner. Nee, man! Wat ziek. Let's go! Doe een duimpje omhoog! Ja, ongelooflijk ziek. Was dus allemaal op stream te zien. Twitch.tv/Bassiestentje. Daar ben ik actief op aan het gamen. Laten we maar zo even benoemen. En nog meer gekkigheid. Dat is allemaal te zien op de stream op Twitch. Ik vind Twitch een heel fijn platform om te streamen. Vandaar dat ik daar zit. Dat is eigenlijk de enige reden. En ja, ik zou zeggen, neem maar kijken als je daar nog nooit bent geweest. De nieuwe mensen zag ik ook al in de chat voorbij komen. Dat is super leuk om te zien. Welkom allemaal ook bij de Twitch family. Maar dat was super leuk om te zien. Daarna heb ik nog even tegen Bob van Uden gespeeld. Die was een nieuwe opstelling aan het testen. En ik was dus bij mijn nieuwe team een beetje bezig. Ik laat daar even de doelpunten van zien. En daarna laat ik nog een paar goals zien die ik tegen Atta maakte. En Atta maakte ook nog wat lijpe goals tegen mij. Die knip ik ook allemaal even erin. Zeer interessant om even te kijken. Want er zitten echt hele grappige goals tussen. Dus ik zou zeggen, kijk daar nog even naar. Geniet van de video nog even. Vergeet even niet te liken. En als je hier nieuw bent, vergeet niet te abonneren. Dan ben ik ook een leuke giveaway doen. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren. Want dan mis je natuurlijk niks. Druk dat belletje in. Dan zou ik zeggen, geniet van de video. En ik check jullie bij de volgende. Ciao, ciao, bambino. Wat? Wat gebeurt hier dan? Daar gaat ie. Ja. Wat gebeurt hier? Dat zijn goals. Wat gebeurt hier? Wat maken we mee? Niks. Hij gooit de Bassiestent special tegen Bob van Uden. Oh, sorry. Echt maar niet. Ja, je kan gewoon niks. Je wordt gewoon in die trick aangezogen. Ah! Jij bent eng met die Carisha, man. Die Carisha is grappig, hè? Ja. Dit is een hele gevaarlijke speler, man. Gaaf. Kan nog, jongens. Alles geven voor die club. Voor de badge. Wow, hij speelt 3 verdedigers, man. Klopt, 3-4-2, man. Dat is mijn kamikaze, hè? Alleen, ik heb die nog niet goed ingevuld. Dus nu staat Kante en Vieira op het middenveld. Ja, hoor. Kick golazo! Dat is echt ziek, zeg. Uitgerekend, Chris. Was met de gelijkmaker. Zonder stip. Oh, dit is zonder stip, of niet? Nee, ik ken hem uit mijn hoofd. Nou. Gewoon een hoekje in de huis erbij. Helaas. Yes. What? Oh mijn god, die Ederson moet ook mijn team uit. Oh, doet hij wel heel lekker.
Kom op, Bas, de kruising in. Yes, oh yes, yes. Oeh! Hij moet erin. Kante. Oh! N'Golo! Ik mist hem. N'Golo. De druk bij me te veel. Helaas, GG. GG. Nee, wel goed gespeeld, dat Basti. Jawel. Voor mij doen wel. Oké, okay, interessant. Waka waka ee ee. Huts. Boys, waar zijn mijn aanvallers? Ja, dat met aftrap is echt heel irritant. Wat zeg ik? Ik moet een beetje solo. Wil je aanvallen en dan loop je lekker met je eens. Dat is vijf man. Sorry. Sorry. Jeet. Wat een goal. Ik denk, doe ik geen andere kant op. Goal. Nee. Oh, ik kom er zojuist achter dat ik ultra defensief speel, man. Serieus? Oh, rode tuin, man. Mooi. Ja, sorry. Ik sta 5 in de back te spelen, man. Ik dacht, waarom staat Ronnie in de spits? Helaas, nou dan gaan we nu gewoon kamikaze. Helaas man, Basie. Dan gaan we even scoren, man. Nee, denk ik niet. Ik ben van de lijn gaan halen. Zo. Dat is een hele aardige golazo. Een golazo. Oh. Dat is een hele mooie.